eigenlijk is dit onderhuids gewoon een Volkswagen ID.4, hè, deze nieuwe Skoda Enyaq. Tenminste, dat zou je denken, want ze gebruiken dezelfde MEB-platformtechnologie van de Volkswagen groep, dus dezelfde elektromotoren, vergelijkbare accupakketten en ook andere technologie, die delen die auto's wel een beetje. Maar ga je verder kijken dan de eerste indruk en een beetje inzoomen op de details, dan zie je wel degelijk dat dit een andere auto is dan zo'n Volkswagen ID.4. Skoda gaat met deze Enyaq behoorlijk zijn eigen weg. En dat zie je ten eerste al aan de buitenkant. Hè. Hij ziet er echt wel anders uit dan zo'n ID.4. Hij zit qua grootte een beetje tussen de Karoq en de Kodiaq in. Dus een middelgrote elektrische SUV. Waar Volkswagen met die ID-modellen een tikkeltje krampachtig probeert heel modern en minimalistisch te zijn, zie je dat Skoda het hier wat meer op het credo "doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg" gooit. Het is niet als je hier binnenstapt dat je meteen denkt, wauw, wat een vernieuwend interieur. Maar dat is precies ook wel de bedoeling van Skoda. Want, zeggen ze bij dat merk, onze klanten willen een auto die ja, je niet heel erg op een soort ontdekkingstocht stuurt. Maar die gewoon doet wat je van hem verwacht. Wat je hier ziet is dat Skoda een middenweg heeft proberen te vinden tussen vertrouwde elementen en wat modernere technologie. En die aanpak bevalt me wel. En ze schieten iets minder door in die drang tot digitalisatie dan bij Volkswagen het geval is. Wat je hebt is een vrij groot aanraakscherm op het midden van het dashboard. 13 inch in diameter meet hij. Dit is het grootste scherm dat je tot op heden in een Skoda kon krijgen. Er komt ook een kleinere versie in het instapmodel later dit jaar. Maar daar kom ik straks nog even op. Want over het algemeen werkt dat scherm best aardig. Vrijwel alle functies kun je redelijk snel bereiken. Maar er zijn er toch nog wel een paar kleine puntjes die je erop kunt aanmerken. Want persoonlijk zou ik het fijn vinden als de klimaatbediening helemaal los zou zijn in het dashboard. Dat krijgt de Audi Q4 e-tron binnenkort wel. Dat wordt een zustermodel van deze auto. En die heeft gewoon losse knoppen voor die klimaatcontrole. En dat vind ik persoonlijk een stuk prettiger. Maar op zich is de overzichtelijkheid en het bedieningsgemak in deze auto best aardig op orde. Al moet ik zeggen dat nu tijdens deze eerste korte kennismaking ik ook nog niet vind dat alles even goed is uitgedacht. Want bijvoorbeeld de spraakbediening, ik heb daar eerder in de ID.4 ook commentaar op gehad, die werkt gewoon nog net niet zo lekker als in sommige andere moderne elektrische auto's. Als ik bijvoorbeeld het knopje op het stuur indruk en zeg navigeer naar Zuiderinslag 2 in Leusden, dan duurt het even. Oké, Laren, inslag, 2, goede reis. Hij verstaat me gewoon niet. Ik wil naar Leusden en hij stuurt me naar Laren. Nee, zei ik, dat wil ik niet. En dit zijn nu wel kleine nuances waarin je ziet waar autofabrikanten en de technologie van auto's zich begint te onderscheiden. Ga maar eens kijken naar het systeem dat Volvo en Google nu samen hebben in hun XC40 P8. Dat werkt feilloos. Kun je gewoon normale zinnen tegen die auto zeggen en hij begrijpt je vrijwel zonder uitzondering. Ford gaat dat binnenkort ook leveren op de Mustang Mach-E, een directe concurrent van deze auto. Dat soort zaken, ja, dat is nog net niet goed genoeg. En ook verder in het interieur valt me op dat je een andere sfeer hebt dan in de Volkswagen ID.4. Daar willen ze heel erg een beetje dat iPhone gevoel benadrukken. En hier lijkt het eigenlijk meer alsof je in een gezellige woonkamer komt te zitten. Zeker in deze versie. Skoda stapt bij deze Enyaq af van de klassieke opbouw, hè, wat je voorheen had met uitrustingsniveaus. Geen classic, geen ambiente, geen comfort, dat soort zaken. Maar je kiest een soort aankledingsstijlen voor je interieur. In dit geval rijd ik in de Lodge en dat is een beetje de stoerste broer van de familie. Dan heb je vrij grove textiel op je meubilair in de auto, maar het zit ook op je dashboard bijvoorbeeld en op de deurpanelen. Maar als je zegt dat vind ik niks, ik wil een interieur dat wat meer klasse uitstraalt, dan kun je er ook voor kiezen om leer op je dashboard te krijgen en dat zie je dan ook terug in je deurpanelen. Dat ziet er echt wel heel gaaf uit. Maar belangrijker voor de doorgaans toch wel nuchter ingestelde Skoda-rijder is dat het interieur serieus handig is. Je hebt gewoon een klassieke middentunnel, dus geen vlakke vloer, maar bekerhouders op de plek waar je ze wilt hebben, een klein pookje dat tussen de stoelen zit en niet aan de stuurkolom, zoals bij de ID.4. Je hebt wat aflegruimte daar, extra grote aflegbakken in de deuren met zelfs een prullenbakje hier, paraplu's in de deuren, een ijskrabber in de achterklep. Dat soort elementen maakt dit nog steeds absoluut een Skoda.
En over typisch Skoda gesproken, mensen die auto's van dit merk kiezen, die worden over het algemeen blij van ruimte. En geloof me, dan zit je in het geval van de Enyaq ook absoluut goed. Dit is echt een riante familieauto. En riant is zelfs nog wel een understatement. Hij is serieus ruim. Voorin zit je goed, je hebt alle ruimte voor je hoofd, voor je benen. Je zit goed, wellicht zijn de stoelen een tikkeltje te vlak naar mijn zin. Maar ook op de achterbank ruimte voldoende voor drie volwassenen zelfs, die hun benen goed kwijt kunnen, die een nagenoeg vlakke vloer hebben. Dus er zit ook niemand met zijn knietjes in zijn nek. In de achterbak kun je minimaal 585 liter aan bagageruimte kwijt. Bankje plat, dan stijgt dat naar ruim 1600 liter. Ja, en daar word je natuurlijk wel serieus blij van op het moment dat je in de markt bent voor een elektrische gezinsauto. Want het woord gezin schrijft deze Enyaq met hoofdletters. En als je in de markt bent voor zo'n Enyaq, dan valt er voorlopig behoorlijk wat te kiezen. In eerste instantie komt deze auto er in drie verschillende versies. De 50, de 60 en de 80. En die cijfers die hangen dan samen met de grootte van het accupakket. De 50 is dus de instapper. Die heeft zo'n 55 kWh aan boord, waarmee je in theorie 350 km ver zou moeten kunnen komen volgens Skoda. Die heeft een elektromotor tussen de achterwielen met 109 kW aan vermogen, oftewel zo'n 150 pk. Vervolgens heb je de 60, die heeft dus zo'n 60 kWh, waarmee je ongeveer 400 km ver moet kunnen komen. En die heeft een vermogen van 132 kW, zo'n 180 pk. En op dit moment rij ik in de 80, dat is dus voorlopig het topmodel van de Enyaq. En dan heb je zo'n 80 kWh aan accupakket bij je, waarmee je in theorie 520 km ver zou moeten kunnen komen. Vermogen is ook behoorlijk, 150 kW, oftewel 204 pk. En dat lijkt op papier behoorlijk veel. Maar als je gaat rijden, dan merk je wel dat dit een hele zware elektrische familieauto is. Wij autojournalisten zijn misschien wat verwend met elektrische auto's op het moment. Maar ja, ga je het vergelijken met bijvoorbeeld een Volvo XC40 P8, hè, waar ik het net over had, of een Polestar 2. Dat zijn auto's die hebben 408 pk, dus dat is twee keer zoveel. Ja, als je dan gaat kijken dat deze Enyaq groter is en minder vermogen heeft, dan kun je wel uitrekenen dat het geen enorm prestatiekanon is. Maar voor mensen die wat meer willen, komt er later dit jaar ook nog een heuse RS-versie van deze Enyaq. En die gaat 300 pk leveren. Overigens, en dat is waarschijnlijk voor de meeste mensen interessanter, staat er ook nog een 80X van deze auto op de planning. En dat is in principe dus deze auto met 80 kWh aan accupakket. Dan krijg je een tweede elektromotor aan boord die niet alleen zorgt voor meer vermogen, 260 pk heb je dan. Maar belangrijker misschien nog wel is dat dan het trekgewicht dat deze auto aan kan stijgt naar 1400 kilo. Nu heb je bij de kleinere accupakketten zo'n 1000 kilo trekgewicht en bij de 80 1200. Maar als je dus die 80X neemt, dan kun je straks 1400 kilo aan de haak meenemen. Begrijp me niet verkeerd, hè? Ik praat er met alle plezier een mooie bos bloemen omheen, want ik word persoonlijk altijd erg blij van dit soort doelmatige, nuttige auto's. Maar heel spannend of sprankelend is die Enyaq niet om in te rijden. En dat merk je ook wel gewoon door het wagengewicht in deze auto, door de afstelling van de besturing, van de veren en van de dempers. Deze auto is dan voorzien van een instelbaar onderstel met elektronisch geregelde dempers. Als ik hem bijvoorbeeld op standje sport zet, dan wordt hij net wat harder, maar het wordt nooit een echt leuke auto om in te rijden. Dus als je daar nou op zoek bent, ja, dan denk ik sowieso misschien niet dat je in de markt bent voor een Skoda. Want dit is toch eerder een verstandige familieauto dan echt een scheurijzer. En als je op zoek bent naar zo'n verstandige familieauto, dan is dit wel een van de betere alternatieven. Ja, sowieso zijn er heel wat elementen te noemen waaruit blijkt dat Skoda deze Enyaq gewoon heel goed heeft uitgedacht. Een van die punten vind ik het remsysteem dat Skoda monteert in deze auto. Want zoals je weet, een elektrische auto kan deels afremmen door op de motor, de elektromotor, uit te rollen. Maar in de Volkswagen ID.4 heb je eigenlijk maar twee standen. Dat is of hij rolt uit of hij remt behoorlijk hard af. In deze auto heb je flippers aan het stuurwiel waarmee je in drie standen kunt variëren tussen die remkracht. En dat is heel prettig, want daarmee, je hebt je handen toch wel aan het stuur, normaal gesproken tenminste, kun je met een paar tikjes tegen die flippers de auto anders laten reageren, waardoor je heel snel en moeiteloos op de situatie om de auto kunt inspelen. Dat bevalt mij heel erg goed. Wat alleen jammer is,
is dat je ondanks die standen, zelfs in de hardst remmende stand, niet helemaal tot stilstand kunt komen. Dus one pedal driving, hè, rijden met alleen je stroompedaal, wat ze dan noemen, dat kan met deze auto eigenlijk net niet. Want op het moment dat je uitrolt, blijft hij altijd een klein beetje kruipen. En ik vind het persoonlijk prettig dat hij dan helemaal tot stilstand komt. Wat je trouwens wel kunt doen, is in het systeem een soort automatische remstand aanzetten. Dan houdt de auto in de gaten waar je rijdt. Komt er bijvoorbeeld een rotonde aan, dan zal die langzaam maar zeker meer remkracht gaan geven, zodat je precies met de juiste snelheid aankomt bij die rotonde. Dat intelligente systeem is gekoppeld aan GPS-gegevens en aan de signalen die de camera's bijvoorbeeld achter vooruit krijgen. En dat werkt erg fijn. En dan een ander belangrijk element van een elektrische auto is het laden. Standaard is deze auto voorzien van een driefase lader. Daarmee kun je met 11 kW bij een openbare laadpaal laden. En snel laden gaat in de basis maar met 50 kW. Ja, dat vind ik een beetje flauw van Skoda, want als je net wat meer geld neerlegt, dan kan die tot 100 kW laden. En als je dan nog meer geld neerlegt, dan kan die tot 130 kW laden. Als je tenminste de modeljaren 2021 hebt. Dat was tot voor kort 125 kW, nu met 130. Nu ik er zo over na zit te denken, vind ik het eigenlijk wel een beetje kinderachtig van Skoda dat de zaken die deze Enyaq een beter inzetbare elektrische auto maken, niet allemaal standaard zijn. Dat snelladen is niet standaard, die pedaltjes achter het stuurwiel die handiger regenereren zijn niet standaard. Op de 80 wel, maar op de andere versies niet. Een warmtepomp kost je €1200 extra, die de energiehuishouding van die auto net wat efficiënter maakt. En de verwarming bijvoorbeeld. Weet je, dan denk ik, dan zet je zo'n goede auto op de markt en dan laat je je klanten voor dat soort toch wel essentiële zaken alsnog bijbetalen. Weet je, ik snap ook wel dat er geld verdiend moet worden, maar zeker bij een Skoda had dat er gewoon in mogen zitten.